I still need to pick. I still need to pick. Dag lieve mensen! Hey, wat gaan we vandaag onder de loep nemen? Hey. Beroep onder de loep. Hoppa, dat is een binnenkomer. Gelijk fit. Nou ja, als je kijkt even. Krantenbezorger. Krantenbezorger. Ja man. Maar wat dus ook heel kut lijkt, is dat je echt continu in de regen of in de sneeuw of in de vrieskou moet gaan zorgen. Het is niet dat je dan even dat niet kan doen. Nee, maar wat kun je hier nou leuk aan doen? Oké, krantenbezorger is stom, is dus zwaar. Ja, nee. ze gaan dus altijd op een fiets en dat is saai of slecht weer. Maar hoe vet zou het zijn als je gewoon op een motor kan gaan met een soort zijspan en dat je vanuit die zijspan zo die kranten gooit. Wat nou als we in plaats van gooien gewoon schieten met kratten. Ja, dit is ja, toch? Dit lijkt mij onwijs. Het lijkt me heel fijn. Ja. Zullen we zo'n schieten gaan zoeken eerst? Ik maan nou. Hoi, ik ben Raaf. Ik ben René. Hi, ik ben Kai. Het is 7 uur 's ochtends. Ja, het is fucking vroeg. Het is veel te vroeg en we zijn krantenbezorgers, dus we moeten vroeg op. Ja, ja, laten we even krantjes gaan halen op het station. Zo. Ja, zeker. Oh, ze heeft een metro. Ja. En die heeft dus gezien dat hij negatief voor kan. Ja, maar ik zeg dat ik het altijd 20 moet lezen, ja, omdat ik anders niet geloof wat erin staat. Hij komt nu naar ons toe, we moeten weg. Oké, kom. Oh, jezus. Ja, ja, oh. Wat is helemaal de bedoeling daarvan? Die camera weg, alsjeblieft. Wat is de bedoeling daarvan? En dan moet je aan hun vragen. Tot ziens. We gaan nu naar de karweiprogramma en dan gaan we gewoon zo'n kanon zelf bouwen. Ja, ja, we gaan 3 van die dingen bouwen en dan gaan we eerst eens even testen. Ja, ik ben sowieso wel een ochtendmens. Tenzij mensen drijfgassen in mijn auto. Ja, dat, tenzij... Eet je dat? Ik kan wel, ik ben een heel goed ochtendmens, alleen... Ja, als mensen drijfgas in mijn auto gaan knallen, dan word ik toch wel lichtelijk geïrriteerd. Kom maar even de drijfgas. Zeg maar de kwij. En volgens mij is die dicht. En dat vind ik zo top aan Volg de Baas, dat de planning en de productie is echt te gek. Hi, met Kees van de Karwei. Hi. Hey, hi, wij komen een kanonnetje ophalen. Ja, we hadden gebeld voor hem. Of je even open kan gaan! Wat doe je er Lieve medewerkers van Karwei, kunnen jullie alsjeblieft overgaan, zodat wij gewoon lekker ons werk nog kunnen beginnen? Dankjewel. Au! Zo! Hey. Zullen wij eens even naar de buizenafdeling gaan? Ja, gaan we eens even kijken. Jij weet vast wat we nodig hebben. Ja, kom maar. We gaan een ding in elkaar zetten. Daarvoor hebben we nodig een chiffon. En een baas. En iets van een boor om gaatjes te maken. Ja, ja, dat duurt genoeg. Deze hebben we sowieso nodig. Oh, nee. Ja, nee, maar je hebt het. Nou, we gaan nu een woonwijkje opzoeken. Vooral zo rustig mogelijk, waar ze helemaal niks verwachten. En dan gaan we daar even die kanonnetjes in elkaar zetten. En dan gaan we knallen. Zullen we gewoon even ergens die auto neerzetten en die kanonnen in elkaar gaan flansen? Ja, dat gaan we doen, ja. Heb jij haarlak? Ja. Lekker. Hij staat in de fik! Hij staat in de fik! Het is helemaal niet gevaarlijk dit. Laten we dit vooral met 3 stuks tegelijk in de auto doen. Dat komt helemaal goed. En de kratten zitten nog. Ja, maar weet je hoe dat komt? Want er zit geen lucht. Oh shit, jongen, dit durf ik echt niet hoor. Jawel, goed.
Ja, alleen drummetjes eruit. Volgens mij is het gas eruit, is het vuur eruit, alles is eruit. En de krant is er niet uit. De krant is er alleen nog in. Fijn. Dit wordt dadelijk heel gaaf geëdit, maar we staan hier dus al 3 uur. Oké, okay, dus er zit nu geen gas in. René is de krantjes strak aan het oprollen. Wij gaan in de achterbak van de auto zitten. En dan gaan we deze mensen helemaal beknallen. Vol schieten. Hey, dit gaat top. Niet te hard. Hoppata. Hele. Yeah. Hoppata. Hoppa. Sorry. Zo. Nou, deze straat is al zo'n beetje klaar. We gaan even een andere buurtje. We gaan even een andere straat doen. Even een ander buurtje. Wat zo? Canon bezorgservice. Nou, ik neem even plaats aan het stuur, want deze dame gaat nu schieten. Succes, hè? Ja. Heel die wagen staat in de fik. In de brand. Kap, ik ga weg hier. Hij is kapot. Yes. We hebben ons eigenlijk de non kapot geschoten. Denk je dat ik iets te veel haarlak erin heb gedaan? Of niet? Zo wordt. Iets wat. Kijk zijn vingers, moet je kijken. Shit. Hey, oude automonteur. Godverdomme. Nou. Ralph, wat gaat met je haar? Nou, ik heb geen haar meer over. Nee. Ik vond het. Het werk werd er niet leuker op. Nee. Maar... Ik vond het dus wel. Ik vond het wel leuker worden. Maar niet maar efficiënter alleen. Ralph die is compleet verbrand vandaag. Ja, dat is wel echt. Ik ben gewoon mijn baard kwijt. Het is bijzonder dat hij nog een baard heeft. Kijk, is helemaal verschroeid. Ja. Nee, maar het was leuk. Leuker dan op de fiets, maar het was nog steeds koud vandaag. Ik vond het echt best wel spannend. Het was niet heel efficiënt, maar het was wel leuker. Maar vond jij nou ook dat wij zo ontzettend zaten te knallen? Geef dan even een duimpje omhoog. Ja. Vergeet niet even te abonneren. En volg ons even op social media. Nou, voor het haar van Raaf. Meer is niet te vertellen. Stinkende. Doeg. Hoi.